Hey, hallo allemaal, welkom bij het weerbericht van vandaag, 21 december. Het wordt een onstuimige dag. We hebben te maken met een stormdepressie, die is Pia genoemd en die trekt vandaag via Noorwegen en Zweden richting de Baltische Zee. Wij krijgen niet onmiddellijk met dat stormweer te maken, maar toch wel met een stuk van het windveld. In de loop van vanochtend trekt de wind aan uit de noordwestelijke richting. En vooral in de tweede helft van de ochtend en de eerste helft van de middag moeten we rekening houden met flinke rukwinden. Hoewel die stormdepressie dus een flink stuk noordelijker ligt, heeft ze een groot windveld dat dus tijdelijk tot over onze regio zal komen te liggen. We verwachten in de tweede helft van de ochtend en vanmiddag tijdelijk windstoten die vooral aan de oostkust en langs de Nederlands-Belgische grens kunnen oplopen tot een 80, 90 km per uur. Misschien zitten daar zelfs enkele uitschieters tussen die richting de 100 km per uur zouden kunnen gaan. Verder in de middag gaat dan de wind geleidelijk aan dat beginnen afnemen, al blijft het zeker aan de kust flink waaien en ook landinwaarts zitten nog tot in de avond forse rukwinden, maar die zijn dan minder zwaar in kracht. Wat het verdere weerbeeld betreft lijkt het nog wel mee te vallen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Vanochtend is het daarbij meestal droog, al is een bui niet helemaal uit te sluiten. Vanmiddag kunnen er enkele buien vallen, meestal zijn dat regenbuien. Al is zelfs een bui met wat hagel of stofhagel niet uitgesloten. Maar het zijn buien, die vallen zeker niet overal en sommige plekken houden het zelfs gewoon droog. Het is daarbij heel erg zacht. De dag start al met zo'n graad of 11 en vandaag lopen die temperaturen op tot die 11. Misschien lokaal zelfs 12 graden. Nog eventjes meegeven is ook een ander aandachtspunt. Er staat op de hele Noordzee een flinke noordwestelijke storm. En daardoor wordt het water naar onze kust geduwd. En vanavond is het hoogwater. In combinatie met storm is dat stormtij. Er wordt toch een wateropzet verwacht van ongeveer een 5,7 meter boven TAW. TAW, dat is de tweede algemene watermeting. En dat is echt hoogwater. Het zit er dik in. Dat hier en daar het water zelfs wat over de dijk kan lopen met eventueel wat overlast tot gevolg. Maar niets dat we niet aan kunnen. Verder vanavond en vannacht gaat dan die wind geleidelijk aan verminderen in kracht. Er blijft wel veel wind staan, zeker aan zee blijft dat toch een 5, 6 Beaufort met uitschieters tot 60, 70 km per uur. Boven land is dat ook nog altijd een 4, 5 zelfs, met uitschieters daar tot een 50 km per uur. Een enkele bui blijft mogelijk, al zijn er ook lange droge periodes, bij minima van zo'n 8 graden tegen de ochtend. Ook morgen wordt nog een onstuimige dag. Er is nog steeds veel wind, minder dan vandaag, maar die waait toch nog goed door met uitschieters tot 60, 70 km per uur, zowel aan zee als landinwaarts, uit een noordwestelijke westelijke richting. En het is nog steeds erg zacht met maxima rond 10, 11 graden. Kan morgen verspreid over de dag al eens wat regen of een bui vallen, maar grote hoeveelheden lijken dat gelukkig niet te zijn. En dat is maar goed ook, want de bodem is flink verzadigd en heel veel regen kan die eigenlijk niet meer aan. Ook zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven. Er valt wel alles wat regen of een bui hier of daar, maar geen totaal verregende dag. De droge periodes overheersen bij opnieuw zo'n 11 graden. Ook nog altijd redelijk wat wind, maar geen stormachtige wind meer. Zondag zou het dan weer gaan regenen en dat kan weer behoorlijk wat regen zijn. Het wordt nog zachter, we kunnen zelfs richting 12, 13 graden gaan. En ook de kerstnacht zelf zou heel zacht verlopen met minima rond een graad of 10. Als dat zo is, zou dat meteen de zachtste kerstnacht zijn die ooit werd gemeten. Kijken we dan eventjes naar begin volgende week, dan kunnen we daar kort over zijn. Het blijft zacht, winderig en nat. Ik smijt er de pluim bij en dan zie je dat zelf. Er komt eigenlijk geen verandering in dat weerbeeld en die pluim. De bovenste grafiek, de temperatuursgrafiek, die blijft maar hoge temperaturen tonen, telkens rond of vooraan de dubbele cijfers. En in de nachten moet je echt speuren naar een lijntje dat op lange termijn eens wat lager komt te zitten. Maar winter is daar voorlopig niet bij, zelfs geen nachtvorstje. De onderste grafiek zie je dat de neerslag voor de eerste dagen toch een beetje teruggeschroefd is. Gelukkig, want er stond eerst heel veel ingetekend, dat lijkt nu wat minder te zijn. Maar dat er toch wel elke dag wel ergens eens iets kan vallen. Volgende week toe zou het dan weer flink natter worden. Kortom, we zijn echt nog niet van de wisselvalligheid vanaf. En oh ja, nog één ding moet ik meegeven. De winter, de astronomische winter, die begint dit jaar niet vandaag de 21ste, maar pas morgen. Morgenochtend om 4:27 in de ochtend staat de zon op haar laagste punt. En vanaf dan begint ze terug meer boven de horizon te komen. Dus vanaf overmorgen gaan geleidelijk aan de dagen stukje bij beetje beginnen te leggen. Alvast bedankt voor het kijken, wees voorzichtig voor de wind vandaag en graag tot morgen. Dag.